We zijn geschakeld. Nou ja, dat was Eva. Ontzettend bedankt, Eva. En ik heb goed nieuws, want straks na de borrel komt Eva nog even terug met een ander nummer. En wat eigenlijk nog helemaal leuk is, in het kader van gratis reclametijd, die we gewoon eigenlijk toch een beetje weggeven. Je kan dus bij Eva een serenade bestellen, een lied voor onder het balkon, misschien voor je geliefde. Je zou bijvoorbeeld je personeel eens kunnen verrassen met een aardig nummer. Ze in het zonnetje zetten. Misschien wel een ruziegroep maken met een zakenpartner. Of nou, misschien ook wel weer met een personeelslid. Kijk even naar de website van Eva. Dat is evaspeelt.nl. Of kijk even op haar Twitter-account. Insta zit ze ook. En Facebook natuurlijk. Ja, en dan gaan we verder met het gesprek op nog hoger niveau dan dat we net al hadden. Twee burgemeesters in de uitzending. Dat gebeurt mij niet vaak, dat ik met twee burgemeesters tegelijk spreek. Ik ben daar best wel een beetje huiverig voor, een beetje zenuwachtig voor. Maar goed, ze zitten er allebei klaar voor. Marja van Bijsterveld, goedemiddag. De burgemeester van Delft. Ik heb niet het idee dat uw microfoon aanstaat. Althans, ik hoor niks. Die van mij nu wel. Ja, dan maar gewoon zelf het woord pakken. Michel, ook welkom. De burgemeester van Rijswijk. Nou, het zal heel vaak gezegd worden als u wordt aangekondigd, meneer Bezuijen. Burgemeester van Rijswijk, nog wel. Want dat gaat veranderen per 1 oktober, heb ik me laten vertellen. Een nieuwe job in Zoetermeer. Is de champagne een beetje ingedaald? Ja, die is inmiddels al ingedaald, ja. Maar nog een beetje nagenieten wel, maar hij is wel goed ingedaald. Ja. Maar ontzettend blij natuurlijk. Een heel geweldige uitdaging. En enorm veel zin in. Dus het is inderdaad bijzonder dat we op dit moment dit interview hebben. En afgelopen donderdag de voordracht. Dus, ja. Nou, dat is niet zo ingewikkeld hoor. Wij hebben gewoon, die commissie hebben wij een beetje beïnvloed. Van ja, wij willen ook een soort van primeur hebben natuurlijk, hè. Is hiermee trouwens een soort van jongensdroom ook in vervulling gegaan? Toch, is toch, hoe je het ook went of keert, het is toch weer een stapje groter. Ja, natuurlijk. Kijk, als je eenmaal in het politiek en het bestuur terechtkomt, dan wil je eigenlijk altijd weer een stapje maken. En toen Zoetermeer vrij kwam, toen de burgemeester Abtveld vertrok, was het voor mij natuurlijk vrij snel duidelijk dat ik daar graag op zou willen solliciteren. Dan moet je overigens natuurlijk nog wel de procedure door. Nou, dat is... Dat is bij deze natuurlijk dan ook gelukkig. Ja, dan ben je inderdaad heel erg blij. En dan ben je inderdaad net als een klein kind, zeg maar. Ja, dat klopt. Ja, ja. Heel blij. Donderdag hebben we een paar kreten geslaagd. Goed zo. Nou ja, u heeft ook ongetwijfeld dat borrelpakket gekregen. Dan kunnen we straks nog even verder proosten, wellicht. Mevrouw van Bijsterveld, ja, u was ooit de jongste burgemeester van Nederland. U werd toen de burgemeester van Schipluiden. Zeker. In 1994, toen was u 33 jaar. Dat is inderdaad voor een burgemeester, is dat heel erg jong. Stel nou, hè, als we even een beetje teruggaan in de tijd. U was 33, burgemeester van Schipluiden en die coronacrisis breekt uit. Welke ervaring had u dan gemist die u nu wel heeft om het allemaal soepeler te laten verlopen? Nou, dat is toch wel echt de regionale professionaliteit. Die had ik echt gemist. Ik heb in Schipluiden, toen ik burgemeester was, ook wel een paar crisissen meegemaakt. En dat zat met name toen in de wateroverlast. Ja. Die toen heel stevig was in het Westland en Midden-Zuidland. Dat was op mijn allereerste werkdag voor West. 14 september 1998. Ik zal het nooit vergeten. Hebben we gedeelde herinneringen. En ik zie mij nog zitten boven op het zoldertje van openbare werken van Schipluiden. Alles kwam over je bureau heen. En nou ja, je hoofd barstte uit elkaar. En je moest natuurlijk echt het nuchtere verstand behouden om eruit te komen. En als ik nu kijk hoe we het ontzettend goed geprofessionaliseerd hebben. Hele goede samenwerking in de regio. Onder leiding van onze Johan Remkes, de waarnemend burgemeester in Den Haag. Nou ja, ik ben ervan overtuigd dat Michel Bezuij het met me eens is. Maar dat hebben we gewoon met elkaar heel goed kunnen doen. En dat zit hem gewoon in die hele stevige professionele grond waarop je staat. Dus toen ik terugkwam hier in dit gebied, was een van de meest opvallende punten voor mij die professionalisering die plaatsgevonden heeft. En waar we denk ik als regio in een veel meer complexere tijd dan 20 jaar geleden heel veel belang bij hebben. Ja, meneer Bezuij, u baamt dat ongetwijfeld. Ja, zeker. Nee, ik ben het eens. Klopt. Waaruit blijkt dan die verdere professionalisering in de praktijk? Ja, maar kijk, we hebben in de loop van de jaren ontzettend veel ervaring opgedaan met crisissituaties. En het voordeel van wat mijn collega Marja van Bijsterveld ook al zegt,
is dat je natuurlijk naast de samenwerking ook met elkaar dingen kan delen. Zeker in zo'n coronacrisis die niet tot één gemeente is beperkt, maar natuurlijk in dit geval het hele land en de hele wereld eigenlijk, kun je heel snel met elkaar schakelen. En dat is ook gebeurd. En die professionaliteit in alle diensten en organisaties en iedereen eromheen zit, ja, die is natuurlijk wel heel wezenlijk. En ik denk dat als je in die periode, als je dat vergelijkt met, ik heb zelf ooit natuurlijk in een ver verleden nog onderzoek mogen doen naar crisissituaties, toen dat in het begin jaren 90, toen hadden we helemaal niks op dat vlak. Dus die ontwikkelingen zijn enorm snel gegaan en daar heb je nu heel veel profijt van. Ja. Anders zouden dit soort dingen allemaal veel ingewikkelder liggen. Ja, desondanks blijft het natuurlijk vrij ingewikkeld. Ik wil het even hebben over het vak van burgemeester en dan met name het menselijke aspect, hè, los van alle beleidsmatige dingen die er ook bij komen kijken. Mevrouw van Bijsterveld, ja, burgemeesters die willen eigenlijk zo dicht mogelijk bij hun bevolking staan. Hoe lastig is dat in deze periode geweest, terwijl de vraag naar betrokkenheid van een burgemeester alleen maar groter werd? Ja, dat is echt wel zoeken hoor. Dat heeft mij ook wel, zeg maar, een paar weken gewoon ongelukkig gemaakt. Ja. Omdat je hebt inderdaad juist zo'n behoefte om mensen te ontmoeten, aandacht geven aan wat er gebeurt, individueel ook aandacht. Eigenlijk als ik er nu op terugkijk, dan denk ik dat daarin heel erg belangrijk is toch communicatie. Het is eigenlijk communicatie, communicatie, communicatie. En ik heb heel veel via social media gedaan. Ik ben ook wel gewoon op een bepaald moment, op zaterdagochtend, ben ik gewoon eigenlijk winkel in, winkel uit gegaan. Dan heb ik gewoon met ondernemers gesproken, mensen ontmoet. En in de laatste weken heb ik heel veel bezoeken afgelegd. Ik ben bij het Renier de Graaf geweest, ik ben bij Delft Support geweest, die mensen ondersteunt, ook rondom jeugdhulpverlening. Bij de mensen van de buitendienst, eigenlijk met heel veel mensen contact gehad. En dat maakt dat je dan toch het gevoel hebt dat je toch in contact bent met mensen. Mm-hmm. Daar geef ik dan ook weer informatie op Twitter en op Facebook. Daar reageren mensen weer. En zo probeer je eigenlijk ook via de stadskranten, Delftse Post en Delft op Zondag en het Algemeen Dagblad met name en Telegraaf enigszins, ja, toch gewoon in contact te blijven, zichtbaar te blijven. Dat is toch erg belangrijk. Dat hoor je gewoon terug, maar het is moeilijk. Ja, dat kan me voorstellen. Maar in het kader van Never Waste a Good Crisis, dat is een uitspraak die je denk ik overal hoort in de zakenwereld, ja, maar ook in de burgemeesterswereld. Meneer Bezuijen, Never Waste a Good Crisis, is dit wat mevrouw van Bijsterveld zegt, veel naar buiten gaan, veel in contact komen met jouw mensen. Is dat zeg maar de zegening die deze periode heeft gebracht? Minder op het bureau in de, voor sommige mensen, ivoren toren, maar op straat? Nou, ik heb zelf natuurlijk, want we zitten nu weer achter een schermpje, dat heb ik heel veel gedaan. Ik heb ook nog eens meegemaakt dat ik 2 weken in quarantaine mocht blijven, omdat mijn partner het coronavirus heeft gehad. Dus daardoor was ik helemaal aan huis gekluisterd. Maar ik onderschrijf wel, wat ik heel lastig vind en vond, is dat je aan de ene kant roept tegen mensen, blijf thuis en zeker in de beginperiode, zoek het niet zoveel buitenop. Terwijl jij tegelijkertijd graag wil naar mensen toe wil. Ja. En dat vond ik een heel ingewikkelde afweging iedere keer. Dat is nu wat makkelijker, want nu mogen we natuurlijk weer wat meer doen. Maar zeker in die beginperiode is dat natuurlijk een hele lastige afweging. Dus je doet heel veel via de normale sociale media, zoals Maya ook al zegt. Maar ook gewoon via je lokale tv, et cetera. Je probeert op die manier wel in contact met mensen te komen. Je probeert een boodschap over te brengen. Waarbij je mensen ook heel erg ondersteunt. En ik denk dat dat ook onze belangrijkste rol is als burgemeester in deze tijden. De burgervader en burgermoeder, om dan ook laten zien dat je er voor mensen bent. Want het is natuurlijk een hele lastige en zware tijd voor iedereen geweest. Inwoners, ondernemers, organisaties, et cetera. En je probeert dat zo goed en kwaad als het kan, probeer daar ondersteuning aan te geven. Ja, mevrouw van Bijsterveld, u zei, hè, ik ben toch ook regelmatig de straat op gegaan. Misschien ook door veel mensen aangeklapt. Wat is nou het verhaal wat u persoonlijk het meest is bijgebleven uit die periode, waar u misschien wel, ja, 's nachts een beetje wakker van heeft gelegen, of juist heel enthousiast van bent geworden? Het hoeft niet altijd negatief te zijn natuurlijk. Ik vond die eerste weken, heb ik zelf eerlijk gezegd, wel slecht geslapen. Gewoon omdat inderdaad dat die hele zorg die je hebt voor vooral ook jonge ondernemers die nog geen vlees op de botten hebben en die dan zo'n klap krijgen, vaak net geïnvesteerd hebben, hoopten, huppatee, nou komen we van de kant. Ook veel jonge horecaondernemers, maar ook toch wel gewoon middenstanders, winkeliers. Dat zijn wel verhalen die je echt aantrekt. Want kijk,
ik lig dan rustig in bed en ik ben mijn zaken aan het regelen. En ik heb de basis van een overheidsinkomen. En zo zijn er veel mensen. Maar deze mensen, ja, die worden echt direct worden die geschaten in datgene wat ze doen. En ja, ik denk dat we ontzettend blij mogen zijn dat de regering een pakket heeft neergezet wat ongekend is. Ik denk dat er geen land is dat zo'n enorm goede ondersteuning gegeven heeft. Ook de ruimte van de intelligente lockdown ten opzichte van veel stringentere lockdowns elders. He, dus dat vond ik wel rust dat je zegt van nou jongens, dat doen we in ieder geval gewoon goed. Er zal vast nog ooit wel discussie over komen, maar ik vind in ieder geval in vergelijking met andere landen dat we dat heel goed gedaan hebben. Maar je weet toch dat een aantal het zo zal aangrijpen, zo financieel ook zal aangrijpen dat ze het niet gaan redden. En dus dat vond ik heel ingrijpend. En ook wel, ik heb ook veel gesproken met mensen die rondom de zorg. Hè, bijvoorbeeld ook horen van mensen die dan net in een eerste fase van dementie zitten. Die het niet begrijpen. Die het idee hebben dat ze zelf iets fout gedaan hebben. Ja. En dat er daarom niemand komt. Ja, dat is gewoon in en in verdrietig. Dat is zo verdrietig. Dus ja, ik vond die eerste tijd vond ik echt enorm aangrijpend. Ja, ja, meneer Bezuij, hoe heeft u dat ervaren? Misschien soms ook dat gevoel, dat destilleer ik dan maar een beetje uit de woorden van mevrouw van Bijsterveld, ook een soort machteloosheid, dat je mensen zo graag wil helpen, maar dat je kan gewoon even niet. Ja, ja, dat is misschien de beste typering die ik kan geven. Het is heel moeilijk. Ik wil er ook wel bij zeggen dat ik bijvoorbeeld ook mensen of ondernemers sprak, die zeiden, ja, het gaat bij mij weer beter, omdat ze een specifieke branche hadden die bij wijze van spreken hun in ieder geval goed kan. En nemen mensen gingen thuis meer eten. Dus bijvoorbeeld een delicatessenwinkel deed het dan ineens heel goed. Hè? Omdat mensen meer gingen halen. Dus dat zie je natuurlijk ook. Maar ik heb ook wel meegemaakt, met name bijvoorbeeld in het kader van de horeca, de evenementen, dat soort bedrijven. Ik vroeg ook van, ja, het meest aangrijpend als je dan hoort dat horecaondernemers ineens dicht moeten. Ineens al hun huur moesten doorbetalen, al hun lasten moesten dragen. Ja, dan kreeg ik daar ook wel zwaar mee. Heb ik ook geprobeerd zo goed mogelijk overal het eten te halen. Dus waren we ook al mee bezig. Dus minder kopen zelf en meer halen. Ja. Steun de lokale middenstanders. Zeker, hè? Dat was een goede boodschap. Ja, ja. Heel veel halen. Ik denk dat het ook goed is. En ik vind ook het aspect wat Marja van Bijsterveld ook al zegt. Hè? De verpleeghuizen en zo. Waar op een gegeven moment, en dat is natuurlijk nu ook, ja, als je mensen dan op een gegeven moment niet meer kan ontmoeten. Ik heb zelf, mijn ouders leven al bijna nog 80 en 84. Die vinden dat heel moeilijk. Die kunnen ineens niet meer naar buiten. En kunnen niet meer knuffelen met de kleinkinderen. Ja, dat zijn dingen die ga je niet in je koude kleren zitten. En dat maakt het ook inderdaad heel machteloos. Je krijgt op een gegeven moment, je wil die mensen het liefst. Want normaal zou je iemand, dat doe ik nog even een arm om de schouder. Of even een aanraking. Ja, dat gaat allemaal niet. Dat mag niet. Hè. Dus het is eigenlijk heel onnatuurlijk wat je aan het doen bent. En dat vond ik eigenlijk nog wel het meest ingewikkeld. Hoe doe je dat nou in zo'n tijd dat je eigenlijk niet eventjes een fysieke ondersteuning kan geven, zou ik aan zeggen. Ja. Nou, bij mevrouw van Bijsterveld werd de ene dag zwaar, maar de andere dag pizza. Wat heeft u nog meer voor nieuwe gerechten ontdekt? Ik heb Indische rijsttafels. Wat heb ik nog meer? Ja, ook gewoon, inderdaad, van die hele goede maaltijden die je dan zelf ten dele ook moest klaarmaken. Dat doet mijn man dan gelukkig, die is daar heel goed in, want ik ben hier nog niet zo'n koker, eerlijk gezegd. Dus ja, we hebben eigenlijk allerlei varianten hebben we gedaan. En in het kader van de economie natuurlijk. Hè? Ja, nee, hartstikke goed. Het is ook wel erg lekker en makkelijk, moet ik ook eerlijk zeggen. Dus, dat noemen wij een meerdere kanten tegelijk. Dat noemen wij een win-win situatie. Zeker, ik had het net met Walter en met Kim over welke les of welke tips heb je nou overgehouden uit deze periode? En zouden jullie in dit geval aan het publiek van nu, de ondernemers uit de regio, willen meegeven? Dan begin ik met u, mevrouw van Bijsterveld. Inderdaad, wat ik eigenlijk zou willen meegeven is, want we zitten natuurlijk voor ten dele, weten we ook nog niet hoe ver we zitten. Hè? We zijn er nog niet uit. Zoals de jongen ook aangeeft, wij zijn wel klaar met het virus vaak, wat heel begrijpelijk is. Maar het virus is nog niet klaar met ons. En dat zien we ook in heel veel landen. Dus blijf scherp, blijf alert, hou vol. Dat is heel belangrijk. Als we dat samen met elkaar doen, kunnen we meer, dat hebben we nu gezien, dan als we het gewoon los laten lopen. En wat betreft de lessen, ja, daar vind ik dat we toch ook heel goed moeten kijken hoe we met mobiliteit omgaan, met ook onze internationale bewegingen omgaan. Hè, ik hoop echt wel dat we een aantal dingen toch anders gaan doen. Ja. En ik vind in ieder geval erg de moeite waard om gewoon te kijken van kunnen we niet toch meer thuiswerken?
Wat gewoon mobiliteit scheelt, wat soms ook rust geeft in gezinnen. Want gezinnen hebben gewoon, het is echt spitsuur van het leven tijdens die periode met jonge kinderen. En als die kinderen naar school gaan en die ouders die zijn voor een deel ook thuis aan het werk, denk ik dat het vaak ook beter te combineren is. En gelukkiger werknemers, ja, geeft uiteindelijk ook betere bedrijven en ondernemingen. Dus ik zou echt wel een oproep willen doen, trek lessen eruit. Ik vind dat we zelf als overheden dat ook moeten doen, maar ja, ook ondernemers. Maar ik hoop vooral dat ze het volhouden en dat ze ja, deze storm kunnen doorstaan en er uiteindelijk vitaal weer uit kunnen komen. Dat is de basiszorg die ik heb. Absoluut, absoluut. Meneer Bezuijen, bijna alles is al gezegd. Heeft u nog iets origineels toe te voegen? Sorry. ik kan daar niet zo toe, want ik ben het daar volstrekt mee eens. Ik heb wel twee dingen die ik zelf daar nog wel zou willen zeggen. Want ik vind eigenlijk één dat we ook trots mogen zijn hoe we daar als samenleving op gereageerd hebben. Hè? Want dat er heel veel gemopperd over ja, dit en dat. Maar als je nou ziet hoe wij nou vanaf maart ons aan die regels hebben gehouden, waardoor we ook het virus weer onder controle krijgen, dan vind ik altijd wel weer mooi om te zien hoe snel we daar dan op anticiperen. Hè. Dus dat vind ik eigenlijk, vaak nog eens negatief ook, maar ik vind dat toch wel mooi dat we dat als samenleving kunnen opkomen. En het tweede wat ik ook wel mooi vind is dat je ziet dat ondernemers zo vreselijk creatief kunnen zijn. Ik vind het echt fascinerend om te zien wat er dan gebeurt. En men gaat zich daar meteen op inspelen. We hebben net voorbeeld van ondernemers in horeca, die kunnen dan niet meer een restaurant open, maar gaan meteen afhaal regelen. Ja, dat zijn natuurlijk geweldig. En daar ben ik denk ik, ja, het is toch een geweldig land eigenlijk. Hè? Dat er allemaal mensen zijn die dat dan gewoon weer zo doen. En daar moeten we dan ook met z'n allen trots op zijn. Hè? Dat wordt ook vaak altijd nog wel eens even dat negatieve benadrukt. Maar ik vind juist dat mooie, dat we dit nou met z'n allen hebben kunnen doen. En dat op deze creatieve wijze hebben kunnen doen. Ja, dan moet je toch alleen maar weer je petje vooraf nemen. En natuurlijk wordt ook een beetje af en toe gemopperd, maar dat hoort er ook een beetje bij ons. Maar tegelijkertijd gaat iedereen zijn schouders eronder zetten. Hè. We hebben een voorbeeld gehad met de markt. Dan zie je dus dat mensen zeggen, ja, het kan. Dan gaan ze zelf weer een plan maken. Ja, ik vind dat geweldig. En dat moeten we volgens mij, als dat nou eens iets is uit deze crisis, met heel veel ellende ook. Maar we koesteren van, laten we nou eens met elkaar ook kijken hoe je dat soort positieve elementen nou ook een beetje kan voortzetten. En nou ja, dan zijn we denk ik van een heel stuk verder. Nou, ik zou bijna zeggen amen. We eindigen positief met de boodschappen van Michel Bezuijen, de burgemeester nu nog van Rijswijk, mevrouw van Bijsterveld, burgemeester van Delft. Beide dank voor uw tijd en ook het persoonlijke verhaal. Hartstikke bedankt. En dit was dan de uitzending van West Business Radio. Radio moet ik zeggen, we zitten gewoon in Nederland. Radio met een plaatje. In september gaan we dus weer door met de reguliere uitzendingen hier op Radio West. En nogmaals, mocht jullie informatie willen over West Business Radio, tik even Marcel van Driel op zijn schouder of kijk even op de website omroepwest.nl. Ik wens jullie allemaal een fijne avond. Ik heb ook zo'n verrassingspakket gekregen. Die gaat nu open. Jullie moeten nog even wachten.